hier bij Vidareo. Ik sta tussen de prins van Ravenstein en zijn adjudant. Wat staat er met de carnaval allemaal te gebeuren? Ik neem aan dat het met de vrijdag begint. We beginnen vrijdag inderdaad. Dan gaan we natuurlijk naar de basisscholen toe. Daarna hebben we vuurproeven in de keur. En s'avonds, de opening van de Koldergalerij is s'avonds nog. Zaterdag begint het gewoon iets eerder. Om 5 uur begint het op de markt met de keurvorst. En daar staat een overkapping, 200 vierkante meter overkapping, hebben we ons laten vertellen. En daar staat een, na de mis natuurlijk, gaan we daar tot een uur of 10, 11 een mooi feestje maken met een band die er staat. De band is geloof ik. En vanuit daar kunnen na de mensen nog zin hebben nog, volgens mij bij de Vidareo hier en bij de Soos nog even wat gaan drinken. Ja. Ja. Dat is in plaats van de kroegen toch dan? Geen Dweilermeer. Nee, we gaan dat blijven ze op bij de keurpost voor op het plein. Zondag hebben we de optocht inderdaad. En na de optocht is het ook weer feest op de markt. Daar komt een DJ geloof ik, om het, een leuk feestje van te maken. Vanaf 5:30 hebben we hier in Vidareo de prijsuitreiking voor de junioren. En die, de ouderen, de prijsuitreiking is om 8:00 inderdaad. En daarna is het nog, komt de Pachtiel tentparasol nog het pak van Adriaan even aandoen. De jeugdwerk was gewend om op dinsdagmiddag de activiteit voor de kinderen te doen. Maar dat is verzet naar de maandagochtend van 11 tot 1 hier in Vidareo. Dus dat is anders, daar beginnen we nou op dit moment mee. Daarna gaan we met z'n allen naar de markt. Snert. 3.0, geloof ik dat het 3.0 zelfs, ja. Dus ook een nieuwe opzet. 30 jaar is er met succes een band geweest in Vidareo. Ja. En Ron heeft besloten dit jaar weer een band neer te zetten, maar dan op de maandagavond. Dus Melroos. Ja. Dinsdag gaan we er vol tegenaan nog een dag. Zijn we gewend om hier natuurlijk bij Vidareo een mooi feestje te maken. En dat gaat dit jaar ook. Kleine andere opzet. Een klein beetje verrassing voor ons ook allemaal nog. Ja. Precies hoe het in elkaar gaat steken. Maar het thema is in ieder geval de bruiloft. Met de sprookjes van 1001 nacht, geloof ik. Ja. De steekafname hebben we dinsdag. En daarna dan, is het nog 3 uurtjes achteraf met de Ravenna's. Ja. En tegelijkertijd eigenlijk is dan het Hortfest voor de jeugd in de Soos. Dat is op dinsdagavond? Dat is op dinsdagavond hier in Ravenstein. Op zondagavond is het in de Plag. En op dinsdag is het hier. Voor de jeugd is het 60. Ja. En dan is het de woensdag natuurlijk nog wel even een haringje op. Goedendag, ik ben Patrick Kersten, prins Patrick de Eerste. En ik ben, ze noemen mij ook wel zo de kerstman. Ik ben hier namens de Nachtgravensrijk. Dit is mijn adjudant Joris, page Vera en de andere page Daisy. Wij zijn van de Nachtgravens en we hebben als programma met de carnaval. We beginnen we vrijdags op de school met de jeugdprinses. En smiddags hebben wij de feitje kleutbal. S'avonds hebben we ballersbal in de tent in Overwangel. Op zaterdag gaan we smiddags naar Dreugels en Lokker kijken. Daarna hebben we een heilige mis. Dan hebben we zelf in Overwangel het openingsbal in de tent. En zondag zijn we altijd hier in Herpen bij de zaal Tekens op te kijken. En dan op de maandag hebben wij vanaf 12 uur een schitterende optocht, waar iedereen altijd aanwezig is, van alle dorpen. En s'avonds hebben we een voetbal. Dan hebben we op dinsdag hebben we de jeugdmiddag. En s'avonds hebben we aansluitend de Prins Patrick Day. Hebben ze georganiseerd in de stijl van karaoke. En dan kan iedereen zijn woordje meezingen met het carnaval. En dat is dan de afsluiting van het carnaval. En verder wens ik iedereen in de gemeente Ravenstein een hele fijne carnaval. En zet hem op met z'n allen. Hartelijk bedankt en tot de carnaval. Goedemiddag allemaal, welkom hier bij de bouwloods van de Stichting Carnaval. Ik ben Prins Ralf ten Eerste van het Bonnenland. Mijn adjudante Niek Bart, Opperborn, Michel Jeugdprins Jisten,
jeugdprinses Maria en adjudant Jen. We hebben er heel veel zin in om volgende week carnaval te vieren, 5 dagen. We hebben nog wel een kleine oproep voor de dinsdag burgemeestersdag. We hebben 2 kandidaten en we zoeken eigenlijk een derde bij. En de rest zou ik zeggen, allemaal een hele fijne carnaval en tot volgende week. Alaaf! We kunnen wel wat missen, de rum geven we gas. We kunnen wel wat missen, de rum geven we gas.